Hallo allemaal, ik ben Nerf of Archer Donnywis. En welkom bij deze Nerf Combo 38. Deze is een best wel grote combo. Zoals je kan zien, past hij niet eens in mijn hele scherm. Het is de combo van de Nerf Rhino Fire, kan ik in ieder geval zeggen. Dus al, maar dat zag je waarschijnlijk al. En ja, ik ga hem dus even uit elkaar halen. Dan ga ik laten weten waarom ik deze blaster en de spulletjes allemaal heb gekozen. En dan ga ik hem in elkaar laten zetten en dan ga ik mijn eigen mening erover geven. Dus ja, ga ik hem nu even uit elkaar halen. Wow. Dat gaat al iets verkeerd. Dat moet niet. Deze blaster is dus de Rhino Fire. Ik heb hem gekozen omdat hij twee tactical rails heeft. Hij heeft vier tactical rails. Hij heeft er hier één en hier één en hier één en hier één. Zelfs op de box laat hij zien dat hij hier zo er nog eentje heeft. Misschien kan je... Nee, daar kan je niet op zien. Fuck it. Nou, misschien kan ik inzoomen, maar nee. Het heeft namelijk 2 barrels ook. 2 barrels gewoon die heel erg gaaf zijn. 2 drums of clips kunnen erin. En het is gewoon een goed motorized blaster, je kan er ver mee schieten. Ik heb geen range testen van gedaan, maar ja. En het heeft comfortabele handles. En je hebt natuurlijk de bipod die erbij komt. En die zit ook gewoon in mijn combo. Zodat we die ook gewoon makkelijk kunnen gebruiken. Dus ja, dat is dus mijn Nerf Rhino Fire. Nou, de bipod die erop zit is dus gewoon van de Rhino Fire zelf. Het is gewoon een fijne bipod om te hebben. Ik kon die ook van de Havoc Fire gebruiken, maar daar had ik niet veel zin in. Het is een hele fijne, er kan veel druk op worden gezet. En ja, hij blijft gewoon goed staan op dingetjes. Dus ja. De clips die ik erin heb zitten zijn 2 18 dart clips. Het zijn de 18 dart clips van, van het apart pakketje die je kon kopen. En de 18 dart clip van de Rapid Strike, die een beetje schijnt zo, maar ja. En dat is natuurlijk doorzichtig, waardoor je een beetje de darts nog kan zien. Dus ja, dat zijn gewoon fijne clips om te hebben. Ik gebruik ze eigenlijk niet heel veel. Een laserlamp, een van de 2 laserlampjes die hierop zit is van Regan CS6. Het heeft verschillende standen, tactical rail nog op de top. En ja, hij kan ver richten. De andere is van de Spylight. Het heeft de tactical rail ook op de top en hij doet het niet. Ja, ik weet ook niet wat het is met deze Spylight site, maar die van mij doet het nooit. Die heeft het nooit gedaan. Dus dat vind ik wel zonde. Nou ja, ik ga hem denk ik wel een keer uit elkaar halen en kijken wat er nou mis mee is. Want de batterijen die erin zitten, zitten helemaal vol. Dus dat is wel even een puntje dat ik wil uitmaken. Maar ja, dat is dus die. De site die erop zit is van de Recon CS6. Dat kan gewoon op elke rail. Het heeft gewoon een goed kijkgaatje en hij kan verschillende standen worden gezet. Dus ja, dat is best fijn. En de scope die erop zit is van de Clear Shot. En ik vind het gewoon een hele fijne scope. Het ziet er gaaf uit. Je kan er gewoon goed doorheen zien. En dat kan gewoon op elke rail. Dus ja, dat is wel fijn. Goed, hoe je het blaster dus assembled is vrij simpel. Je pakt gewoon de 2 clips en die doe je erin. Je mag zelf kiezen welke kleur aan welke kant. Je kan ook gewoon zelf stampede dingetjes gebruiken. Je pakt de laserlamp van de Recon en die zet je op de linkerkant van de Rhino Fire. Pak je de Spylight lampje, zet je op de rechterkant. Dan pak je als eerste hier op de bovenkant. Pak je als eerste scope. En die zet je er meteen helemaal op de achterste rail. Zodat hij niet meer verder kan. Dan pak je de side. En die doe je zo erop. En niet zo, maar zo dus. Want anders staat hij te dicht bij de scope. Oh. En dan pak je gewoon de bipod van de Rhino Fire zelf. En dan zet je die er ook op. Ja. Zo, dus dan heb je dus de Nerf Combo 38.
Het is gewoon een hele gave combo. Het is wel zwaar natuurlijk, doordat de batterijen en zoveel accessories erop zitten. Het zal waarschijnlijk ook wel een paar keer jammen. Ligt eraan wat voor touch je gebruikt. Als je een nieuwe gebruikt, zal je het niet snel meemaken. Het is heel fijn. Het is meer als een sniper iets bedoeld. En die AT-Duck-clips waren puur gewoon voor de gein. Dat ze een soort van vliegtuig lijkt eigenlijk, als je zo goed kijkt. Lijkt net op zich wel een vliegtuig. En ja, ik gebruik AT-Duck-clips heel weinig. Ook in Wars. Ik gebruik eigenlijk 18 darts clips nooit. Ik gebruik eerder 25 dart drums. Gewoon deze drums, weet je. Die gebruik ik eerder dan dat ik eigenlijk 18 dart clips gebruik. Dus ja, dat is wel zonde op zich van mij dat ik niet doe. Maar ja, ik gebruik echt heel weinig deze clip. Ik heb deze clip wel gebruikt voor de rapid strike heel vaak, maar deze nooit. Die past namelijk bij geen ene blaster. Die hoort bij geen ene blaster. Die kon je gewoon apart kopen. Maar ja. Het richten is gewoon, ik heb die lampjes gewoon puur twee gebruikt voor extra verte. Ik denk dat deze wel wat eerder verder zou schijnen dan dat deze nog gaat doen, want deze is vele malen ouder. Deze heel erg nieuw nog. En ja, hier doorheen kijken is heel gemakkelijk op zich. Maar dat puntje van de Recon CS6 waar je doorheen moet kijken, is best lastig doorheen te kijken. Daar heb je echt het oog voor nodig, dus... Ja, ik kan er wel op zich nog doorheen kijken, maar ik begrijp het als andere mensen niet echt bepaald goed doorheen kunnen kijken. Maar ja, dat is gewoon, dat is het puntje dus gewoon. Ik kan er zelf wel goed doorheen kijken, maar ik denk niet dat jullie er heel makkelijk doorheen kunnen kijken. Ik zoom al even een beetje in. Eventjes heel erg diep inzoomen. Oké. Even kijken of jullie het nu wel kunnen zien. Je ziet daar een heel klein puntje erin zitten. En ja, daar moet je dus doorheen kijken. Via de side door dat puntje heen. En dat is echt puur voor echte goede ogen. En dat heb ik. Ik heb een bril dan. Maar alsnog, ik kan er best wel goed doorheen kijken. Ik zoom nu even helemaal volledig uit. Dus ja. Nou ja, dat is dus eigenlijk hoe dat eruit ziet. Het is heel moeilijk om er doorheen te kijken, maar ja, long shot scope kon er niet op, weet je. En ik wou niet alleen maar deze scope erop hebben, want dat is best saai eigenlijk. Ik wou een beetje een soort van challenge ook bij deze blaster hebben. Maar ja, dit was dus mijn Nerf Combo 38 alweer. En ik hoop dat jullie hem zelf ook een keer gaan maken, als jullie de Rhino Fire hebben. Ik zou eerlijk gewoon even zeggen van... Ik denk niet dat veel mensen de Rhino Fire hebben. Puur omdat die zoveel geld is en dat soort dingen. En gewoon eigenlijk puur mensen vinden dat die geldverspilling is. Ik ben een reviewer, dus ik moest hem wel eigenlijk kopen, vind ik. En ik vind hem wel waard om te kopen, maar hij jamt wel veel. Dat kan ik wel zeggen. Ik heb echt nog nooit zoveel jams gehad, maar ja. Alsnog vind ik het best wel een gave combo. Ik zou hem zelf waarschijnlijk wel een keer gebruiken. Denk ik in een gevecht, maar niet heel erg vaak. Ik denk dat ik misschien maar één keer ga gebruiken en dat is ook de laatste keer. Maar ja, dit was dus mijn Nerf Combo 38. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. Like deze video dan even en abonneer op mijn kanaal voor meer combo's en unbox en reviews. En nog een keer een range test of zo, maakt niet uit. Dit was Nerf Boy. Nerf Boy uit.